En toen was het woensdagochtend. Mijn eerste nacht hier was op zich wel te doen. Het had erger gekund. Maar ik ben te vaak wakker geweest. Ik ging om 9:30 of zo naar bed. Tegen 9:45 mijn telefoon weg. Toen om 11:50 wakker. 2:30. 4:30. 5:30. En dat was volgens mij van de douche van de buren. En toen nog een keer ergens wakker vanwege de regen. En nu is het om 7:30. En nu heb ik mijn raampje open. Zodat het een beetje kan doorwaaien. Want het is nog steeds echt warm boven. Dus ik heb alle ramen op een kier gezet. Van een wc geweest. En dan gaan we zomaar eens aan de dag beginnen. En nu moet ik me eigenlijk gaan aankleden. Maar ik heb geen idee waar mijn kleren allemaal zijn. Dus ik denk dat ik dat eerst moet gaan uitzoeken. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Het is inmiddels 9:07. Ik heb vandaag voor het eerst uitgeslapen. Dat is ook erg prettig. Ik heb echt net mijn ontbijt op, zoals je kon zien. En vandaag doop ik om tot opruimdag. Ik zit trouwens tegen mijn gordijnen aan te kijken. Het is fel. Vandaar dat ik knijp in mijn ogen. Ik heb gisteren met mijn moeder nog wat IKEA-boodschappen gehaald. Dus ik moet de voorraadkast organiseren. En ik heb een kastje om in elkaar te zetten. Even kijken. En ik moet groente halen. Wacht, even helemaal opnieuw. Zaterdag in huis. Groente voor in de oven halen, want ik ga vanavond hier voor het eerst koken. De voorraadkast organiseren met de spullen van IKEA. De logeerkamer opruimen. En daaronder valt ook mijn winterkleding uitpakken. Ik moet eventjes wat auteurs mailen voor mijn opdrachtgever. Misschien wat TikToks maken en misschien langs de kringloop. Dat zijn gewoon leuke dingen. Maar daarnaast moet ik ook nog een kastje in elkaar zetten. En dat is namelijk in de streamhoek. Want ik wil toch iets meer stabiliteit met mijn pc. En dat betekent dat ik ook een deel van mijn pc moet loskoppelen. Daar kijk ik niet zo naar uit. Maar het moet, het moet, het moet. Zodat ik... Dan moet heel mijn bureau eraf. Want ik moet natuurlijk op zijn kop liggen, zodat ik de poten eraf... Het gaat vast wel goed komen. We beginnen in ieder geval beneden. Op dit moment ligt daar nog het kastje. En nog steeds die fotoplaten. Die liggen er bijna een week. Hier ligt een plaat voor onder mijn bureaustoel. En in die tas... Zitten alle bakken van de voorraadkast. En dit is op dit moment de voorraadkast. Ik heb dus al 3 van die bakken hier staan. Dus ik vind het best wel oké. Maar ik wil het toch iets meer opruimen. En daar heb ik ook al het een en het ander weggezet. Mijn schoenen staan hier ook allemaal. Dus het is tijd om dit even op te ruimen. Het is warm buiten. Het is 11:30. En het is gewoon weer zomer. Ik heb boodschappen gedaan. En ik heb alvast wat mee naar boven genomen. Mijn camera lag boven. En dat is deze douchegel van de Kruidvat. Moet ik nu ook natuurlijk alles weer proberen van wat vind ik lekker, wat vind ik niet lekker. Ik weet wat ik lekker vind en wat we allemaal met mijn moeder hadden. Maar eerst maar gewoon budget. Kijk, deze waren 1,69 per stuk. Maar ik had zoveel punten gespaard bij de Kruidvat dat ik er al eentje gratis kreeg. Dit is de Happy Harmony Crème Douche Orange Blossom en Cedar hout. En hij ruikt zo lekker fris. Ik krijg hier gewoon zin in. Zin door. Ik heb nu zin in jus d'orange, laat ik het zo zeggen. Dus die ga ik even daar wegzetten. Maar ik heb dus daarnet deze kamer ook helemaal opgeruimd. Daarom klinkt het inmiddels weer helemaal hol. En ik heb wat opgeruimd qua elektronica, qua bad en douche voornamelijk, wat kleding. Dus ik heb hier nu ook weer extra ruimte. Kijk, want de kamer is verder... Zo goed als leeg, want hier stond best wel veel. De koffer onder andere. Bij de groet en alles zit hierin, maar ook wat meer elektronica. En verder is dit nu een soort van opgeruimd. Dit moet allemaal in mijn logeerbed straks, mijn eigen bed. En ik heb hier, ja, niks. Ja, één broek extra opgehangen. Onderop ligt nu dat.
hier een paar opruimspulletjes en daar een voorraadje bad en douche die ik sneller nodig heb. Dus die wil ik op zicht hebben. Dus wc-papier. Oh, sorry, die dan. En ik had deze nog over van Australië. En de andere zit in de badkamer. Ik heb twee van deze, twee van die. En dat is een doos met enveloppen voor het verzenden van pakketjes. Nou ja, in mijn slaapkamer is die ook helemaal gevuld. Ik heb daar nog een oud vest van mijn oude werk over. Ik kan mijn sjaal al tegen. Geen idee waar ik die tot nu toe moet gaan bewaren. En dan komen we bij de badkamer aan. Ik heb wat extra spulletjes zoals mijn scrub erbij gelegd. Ik heb nu deze trouwens. Die heb ik bij de Aldi gekocht, maar die vind ik niet lekker smeren. Daar moet je echt heel veel van gebruiken. En dit is echt een rommeltje. Hier ben ik nog voor aan het kijken. Ik heb een pincet gekocht gisteren. Extra bekertje boven, want ik had alleen die boven. Dus allebei van de IKEA trouwens. En ik heb hier nu ook inlegkruisjes staan. En aloe vera voor als ik me geschoren heb onder mijn oksels. Zo, zijn we weer. Ik ga beginnen, zo moet ik het zeggen, aan het bouwen van een kastje. Ik had nog een paar dingen nodig. Dit is een nieuwe Alex-kast. En ik had al een Alex-ladekastje en natuurlijk mijn bureau. Maar er is sinds kort een nieuw kastje met een openslaand deurtje. En ik kwam erachter dat mijn pc toch eigenlijk mijn setup niet stevig genoeg is. Dus ik wilde een kastje ervoor halen. Maar nu ik zo kijk, denk ik wel van... Het kastje moet wel precies aan de verkeerde kant komen, want ik heb de kabel gewoon niet in het binnengang. Dat is dan weer minder. Maar ik vogel het wel uit. Ik heb hier de bovenkant, onderkant, denk ik, en een plank. Ik heb hier twee zijkanten en de deur. Hey, hallo en welkom in mijn keuken. Inclusief afzagkap en kookplaat. Ik heb eindelijk een kookplaat. Mitch is dus onverwachts gisteravond nog geweest. En naast dat hij tijd had voor de kookplaat, had hij ook tijd voor de afzagkap. Nu is de afzagkap nog niet helemaal klaar, want de schouw moet er nog op. Maar daarvoor moest ik eerst deze buis halen. Bovenin zit die buis vast, maar onderop lukt het niet, zoals je kan zien. Dus dat moet nog, maar ik kan hem misschien wel gebruiken. Of misschien niet. En de kookplaat is ook gewoon very pretty. Een beetje stoffig, maar pretty. Dus het is nu... Ik zal even kijken, ik zal even hier neerzetten. Het is nu 3:30, maar ik voel me niet helemaal je van het. Dus ik dacht, laat ik dan maar gewoon alvast koken. Dan kan ik zo meteen rustig op de bank chillen. En dan hoef ik straks alleen nog maar te bakken. Dus dan ga ik zo meteen lekker een aflevering van de serie kijken. En dan ga ik nu eten maken. Dit is dus de eerste keer dat ik die ga gebruiken. Maar ik ga ook de oven gebruiken. Ik ga deze opsnijden in dunne plakjes. Die snijden, een stukje van die snijden, een stukje van die snijden. De rest is voor de pizza morgen. En wat ik overhoud van de champignon, of van de paprika's en de courgette, doe ik dan morgen in de soep. Nee, niet in de soep. Doe ik van het weekend in mijn spaghetti saus. Goedemiddag. Het is of avond inmiddels. Het is zaterdagmiddag, avond 5:50. 5:50. De 22e vandaag. En mama en ik zijn onverwachts nog naar de IKEA gereden. Ik heb hier in de gang nog twee schragen liggen. Want er komt straks een extra keukenblad bij in de keuken. Zeg maar aan die kant naast een andere koelkast straks. Zodat ik extra ruimte heb in de keuken. Maar... stonden we bij de IKEA pas het keukenblad niet in de auto.
Of in ieder geval paste wel, maar dan kon ik niet meer mee. Dus mama gaat hem maandag ophalen. En dan gaat hij op de kar mee wanneer de andere koelkast komt. Verder heeft mijn moeder iets voor mij besteld. Dit is, ik vind het moeilijk om te laten zien. Oh, niet mijn adres laten zien. Is een, ik weet niet of je het kan zien, het is een karretje. Dat eigenlijk precies hier tussen past. Dus die moet ik ook nog in elkaar zetten. Kijk dan hoe mooi dit eruit ziet. Very blij mee, dat is nog niet af. Haha. En ik ben zelf bij de IKEA nog gegaan voor nog 3 van die bakken. Een zak chips uiteraard. En deze te gekke lamp. En die ga ik nu eventjes installeren terwijl mijn pizza in de oven ligt. Oké, terwijl ik de Hot Ones show kijk met Gal Gadot, ga ik dus het niet-IKEA-kastje in elkaar zetten. De IKEA-lamp op zijn plek zetten en daarna eerst douchen, denk ik. En dan de schragen bewaar ik denk ik voor morgen, want ik weet niet of ik daar nog zin in heb. Ik ben echt versleten. Ik ben versleten van een paar weken. Maar ik had er vanochtend een Instagram story over gemaakt dat ik echt wel moeite heb met nu doorwerken en doorpakken. Want je wil natuurlijk gaan uitrusten na een paar weken klussen, maar je moet ook gewoon je werk blijven doen. En daarin moet ik nog een beetje balans zien te vinden, want ik wil eigenlijk alleen maar slapen. Goedemorgen. Ik heb net alweer mijn eerste klusje van de dag gedaan en dat is een plintplakker. Het is zaterdag 9:10. Ik heb mijn pyjama ook nog aan en ik heb mijn ontbijt nog maar net hier. Maar ik zal je laten zien wat ik gedaan heb. Zie je? Nee, dat kan ik niet zien. Zie je die twee stipjes daar? Dat zijn mijn deurstoppers tegen de nieuwe plint. En dit is trouwens het lampje. Ik heb geen video meer gemaakt dat die aanstond. Maar dat is de plint. En als die droog is, ga ik even kijken wat ik kan doen met de plakplinten. Want die wil ik ook plakken vandaag. Ik heb een klein lijstje gemaakt. Ik zal weer even uitzoomen. En dan zal ik mijn telefoon erbij pakken. Eens even kijken. Ik moet een hotel in Eindhoven boeken vandaag. Plint plakken beneden. Laatste hoge plint beneden plakken. Check. Schraag in elkaar zetten. De buis van de afzuigkap afmaken. En de trap opbergen. Want ik heb de trap hier in huis staan. En als ik dat gedaan heb, ga ik spaghetti saus maken bij mijn moeder. En nog even chillen.